Hey, fijne mens, welkom op mijn kanaal. Wij gaan vandaag kijken naar een overprikkeld zenuwstelsel. Het is een zenuwstelsel wat veel te strak afgesteld staat en wat snel in overweldiging en in bevriezing komt. Nou, als je dat interessant vindt, blijf hangen. Als het jezelf gebeurt of je werkt met anderen die dat gebeurt. Nou, mij gebeurt het ook regelmatig, zeker rond deze dagen. We hebben net de kerstdagen achter de rug, afhankelijk van wanneer je deze film kijkt natuurlijk. Maar dan kom ik snel zelf ook in overweldiging. Nou, ik heb een aantal vragen van jullie gekregen in de comments om daar wat meer over te vertellen. Met name over de victim imprint. Daar heb ik nog weinig over gesproken op dit kanaal. Want daar gaat het namelijk over. Voor de victim in het Heart Defender model ook wel de martyr genoemd. En dus met name de vraag, hoe kom je in die overweldiging op zo'n manier dat je hele systeem bevriest. En wat gebeurt er dan precies? Nou, daar gaan we over praten met elkaar, over de victim. Mijn naam is Lars Faber, 53 jaar, gepokt en gemazeld als ervaringsdeskundige met deze archetypes, gewoon omdat ik ze zelf diep in mijn systeem heb. En eigenlijk pas de afgelopen jaren daardoor een klein beetje licht in de duisternis krijg, doordat ik snap hoe dingen werken. Nou, als ik snap hoe ze werken, kan ik ze ook aan jou uitleggen. En kun je vooral ook het lichtknopje gaan vinden. Want ik noem het vaak schaduwboxen in het donker. Als je namelijk in een overweldiging van je zenuwstelsel komt en je systeem bevriest, kun je niks meer. Dus je cognitieve vermogen is weg, je vermogen om contact te maken met anderen is weg. Maar vooral je vermogen om veiligheid te vinden. En daar gaan we het over vandaag hebben. Dus over veiligheid vinden. Daar heb ik een video over gemaakt in een Kind video, de laatste. Die kun je bij video's terugvinden. Maar laten we hier eens verder over praten. Dus laten we eerst eens kijken naar de kenmerken. Ik heb ze op een rijtje gezet voor je. De kenmerken van de victim. Dus van deze imprinting, man en vrouw. En deze archetypes, de plaatjes zijn random. Dus het is niet dat deze mensen dat hebben. Je hoeft daar niet zo uit te zien. Ik krijg daar ook wel eens comments over. Dus dit is een archetype in jezelf. Wat reageert op veiligheid en dan met name natuurlijk op een onveilige situatie. Ik kan dadelijk ook nog iets verder over het zenuwstelsel vertellen, wat het zenuwstelsel dan precies doet. Maar laten we eerst eens eventjes kijken naar de kenmerken. De kenmerken van de victim imprint, van het archetype. Je voelt je vaak onzeker over jezelf. Je hebt de neiging jezelf klein en onzichtbaar te maken. Ontspannen is iets dat je erg moeilijk vindt. Je hebt moeite om dingen in de wereld te zetten. Komt-ie. Je voelt je vaak niet veilig en ook al heel snel. Je maakt je gemakkelijk zorgen om van alles. Dat is een deel van de hersens wat er overneemt om het alsnog veilig te maken. Je vindt verlichting in verslavende middelen die je helpen om met stress en spanningen om te gaan. En dat kan van alles zijn. Dat kan afleiding zijn, dat kan social media zijn, dat kan dingen kopen, dat kan seks, dat kan drank, dat kan drugs zijn. Alles om maar niet bij het brandende fort te zijn. Je hebt periodes van depressie en angst meegemaakt en maak je waarschijnlijk, als je dit herkent, nog steeds mee. Als dat systeem bevriest, je energie helemaal terugtrekt, dan word je depressief, word je heel erg bang. Je bent vroeger fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld of emotioneel verwaarloosd. Dan gaan we naar de kindertijd. Vaak heb je ook te maken gehad met ernstige traumatische gebeurtenissen zoals adoptie, te vroeg geboren, ongeluk, handicap of ziekte. En je kind of je ouders verloren of een partner of een echtscheiding. Dus het kan ook later uiteraard in dysfunctionele toxische relaties kan deze imprinting versterkt worden. Maar meestal is het in de vroege jeugd te vinden. Daar waar je je eerste ervaringen, moet ik zeggen, van hechting, van veiligheid op doet. Dat je welkom geheten wordt. Ik had daar nog een quote van gevonden van professor Dr. Bessel van der Kolk, een van onze beroemdste psychiaters ter wereld, die zegt: als niemand ooit liefdevol naar je heeft gekeken of een glimlach op het gezicht kreeg als ze je zagen en je in plaats daarvan hoorde, houd op met huilen, anders dan zou ik je reden geven om te huilen. Dan zul je andere manieren moeten vinden om voor jezelf te zorgen. Het is waarschijnlijk dat je dan van alles uitprobeert. Drugs, alcohol, vreedbuien of jezelf snijden. Alles wat ook maar iets van verlichting zou kunnen geven. Ja, dat zijn allemaal strategieën die we vaak als kinderen, maar zeker ook als volwassenen uit gaan proberen als het pijn van binnen doet. Als je diep van binnen verwondingen hebt rond hechting en rond veiligheid, dan ga je van alles proberen
om daar verlichting op te vinden. Je weet vaak niet hoe je je voelt. Dus afgesneden hè, van je gevoelsbeleving. Je voelt je niet echt thuis in je eigen lichaam. En je hebt meer last van stress dan anderen. Je hebt last van gevoelens van minderwaardigheid. En je vergoelijkt grensoverschrijdend gedrag van de ander ten koste van jezelf. En als laatste heb ik er nog aan toegevoegd vanmorgen. Je bent gemakkelijk getriggerd. Ja, en zeker afhankelijk van wanneer je kijkt. Misschien kijk je wel in de zomer. Maar we hebben net de feestdagen achter de rug. De feestdagen staan natuurlijk helemaal bol met triggers. Ramdas, die zijn niet voor niks. Even kijken of ik hem goed kan quoten. Als je denkt dat je verlicht bent, ga dan eens een week met je familie doorbrengen. Ja? Juist die kerstdagen, die triggeren ons oude sociale systeem, waarop dus onze onveiligheid in zit. Als je dit archetype in jezelf herkent. Als je een van die dingen hebt meegemaakt. Ik heb bijvoorbeeld zelf, ik ben te vroeg geboren. Of nee, sorry, ik ben niet te vroeg. Hoe kom ik daar nou bij? Mijn broertjes zijn te vroeg geboren. Ik ben niet te vroeg geboren. Ik ben geboren met de navelstreng om mijn nek. Ja, dus ik, mijn eerste babyfotootje, daar ben ik ook hartstikke paars. En ik had niet alleen een navelstreng om mijn nek, maar mijn moeder had ook nog een bondje gemaakt met de dokter. Die had gezegd, mevrouw Faber, we gaan u niet inknippen. Dus die hebben me daar gewoon letterlijk laten zitten. Dat was mijn eerste kennismaking met veiligheid op deze wereld. Dus stikken, paars aanlopen en dan ook nog even laten zitten. Jaren daarna een aantal andere traumatische dingen meegemaakt als kindje. Dus mijn zenuwstelsel staat eigenlijk standaard op standje onveiligheid. Dus van al die kenmerken die ik net noemde, kun je dit eigenlijk al onthouden. Je zenuwstelsel staat in de basis, hè, dus in de basispositie op onveiligheid. En die gaat dan waarnemen. En dat is het bovenste deel van het zenuwstelsel, het ventrale deel. Ventrale vagus om precies te zijn. We gaan niet te veel moeilijke woorden doen, maar het is in ieder geval het deel wat scant met je oren, met je ogen, met je neus. Die scant naar buiten of die veilig is. En hier zit al een heleboel vertroebeling. Dus ons zenuwstelsel en onze neuroceptie, dus hoe ons zenuwstelsel veiligheid waarneemt, die staat standaard al op, oh, de wereld is een onveilige plek. Mensen zijn onveilig. In mijn geval, en ga voor jezelf goed ook na hoe dat voor jou werkt. In mijn geval begon dat dan al bij mijn moeder uiteraard. He, dus die heeft me niet die basisveiligheid gegeven, maar daarna ook niet. Dus op de kleuter, of de peuterschool was het, kleuterschool denk ik. He, daar zei de juf, die zei al tegen mijn moeder, mevrouw Faber, deze jongen die zal opgroeien voor galg en rat. Het was een van de eerste volwassenen, hè, als peutertjes, kleutertje, die je veiligheid kan gaan geven. Nou, in mijn geval werd ik dus al met argusogen bekeken. Ik God weet niet waarom. Ik zou vast een druk, lastig kind geweest. Mijn moeder nam dat ter harte en die werd uiteraard extra streng. Want ja, dat jong, dat moet natuurlijk luisteren. Hè, de wil moet gebroken worden. Zo, dat was een idee van vroeger. Kinderen moeten niet verwend worden, zo rond 2. Werd ik s'avonds op mijn kamer opgesloten. He, dan moest ik de hele nacht als peutertje alleen doorbrengen. Dood en doodsbang. Dus mijn zenuwstelsel, het zenuwstelsel van dat kindje, is geprogrammeerd op onveiligheid. Nou, there's only so much you can handle. In het Nederlands, er is maar zoveel wat je aan kan. He, want je hebt namelijk in die vroege jeugd, heb je juist je ouders nodig om je veiligheid en troost en zorg en liefde te geven, zodat je zenuwstelsel een imprinting krijgt. Dat wordt geprogrammeerd, een imprinting krijgt van veiligheid. Als dat dus niet gaat, hè, en dat ventrale deel, dat deel wat interacteert met anderen, vanuit het hart, vanuit het hoofd, vanuit de zintuigen, wat interacteert met anderen en steeds de boodschap krijgt, deze wereld is veilig, ik ben veilig, anderen zijn veilig. Als dat niet gebeurt, dan kan dit jongste deel van het zenuwstelsel op een gegeven moment afsluiten. Ja, dan ga je naar het sympathisch deel van je zenuwstelsel. Dan kan je nog 2 pogingen doen om jezelf te redden. Dan kun je gaan vechten of dan kun je gaan vluchten. En als ook die opties niet werken, hè, zoals in mijn geval, dan als je als peutertje na 8 uur 's avonds opgesloten wordt en er komt niemand meer om je gerust te stellen, op een gegeven moment krijg je dus een ineenstorting van die bovenste gedeeltes. Dan wordt het te beangstigend, te onveilig. En dan kom je in het veel jongere, nee, niet goed, in het veel oudere deel van het zenuwstelsel. Dus in het reptiele deel van ons zenuwstelsel, van ons brein en ons zenuwstelsel. Het dorsale vagusdeel, het dorsale deel van ons zenuwstelsel. Dus onder je zonnevlecht
En daar komt een ineenstorting. Dus daar komt een, in het Engels een collapse. Dan houdt dus op een gegeven moment onder die hoge spanning van niet kunnen reguleren met anderen, houdt het zenuwstelsel daarmee op. En dat kun je zien bij vroege zoogdieren bijvoorbeeld, maar ook bij reptielen. Als ze dus gepakt worden en ze kunnen niet meer ontsnappen, ze kunnen geen kant meer op, dan krijg je dus collapse. Dan krijg je een ineenstorting van het systeem, dan gaat alle energie eruit. En dat is dus, let op, een autonome functie. Dit is niet iets wat je doet van laat ik eens ineenstorten. Maar dit is precies wat getriggerd wordt als een van die kenmerken waar we het net over hadden, als die getriggerd wordt. Ik zal nog ietsje verder hierop gaan, ja, op de negatieve overtuigingen van de victim. Want die negatieve overtuigingen, die triggeren vaak, die neem je waar in jezelf. Daar zijn ze al als een negatieve zijnsovertuiging, een negatieve zijnstaat. Daarmee is je zenuwstelsel eigenlijk al mee geprogrammeerd in je hersens. En die neuroceptie, dit is de manier waarop je dus de wereld waarneemt. En die zul je dus als victim, dus persoon met een victim imprint, dus heel veel waarnemen in de buitenwereld. Dan word je dus getriggerd, dan wordt dus dat oude zenuwstelsel waar dus die onveiligheid zit. En dat dorsale systeem, die andere systemen die werken niet meer. Dan wordt dat oude dorsale systeem onder je zonnevlecht geraakt. Je raakt overweldigd en dan kom je in bevriezing. Aantal van die overtuigingen die, als je dus jezelf hierin herkent in de victim imprint, aantal overtuigingen zijn: de pijn die ik in mij draag is ondraaglijk. Dat is de pijn van de kernverwonding. Ik laat de kaart hier altijd bij zien, omdat die kaart die helpt ons ook in het zenuwstelsel. Hierboven vind je dat ventrale deel, hè? Dus dat deel vanuit perceptie wat kan waarnemen. Nou, hier zie je het sympathisch systeem, hier zie je die wachtertjes, die kunnen vechten en die kunnen vluchten. En hieronder zie je dat dorsale systeem. Dan zie je een innerlijk kind, kun je dat goed zien zo, hè, wat bevroren ligt, wat eigenlijk wacht om gered te worden, wacht om gevonden te worden überhaupt, om te beseffen dat het daar is. En het, wat je daar weghoudt is dit, dat is de kernverwonding. Daar zit zoveel pijn, er zit zoveel verdriet, er zit zoveel eenzaamheid. Er zit al die momenten opgeslagen in je binnenste toen je geen uitweg vond. Hè? Dus toen je jarenlang gepest werd of je verloor je ouders of je was geadopteerd of je had vervelende, akelige ouders die je nare hechtingsboodschappen gaven. Op een gegeven moment houdt het wezentje wat je bent, houdt ermee op. Die trekt dus de energie helemaal terug, die bevriest. En dan gaan dus ook de organen, want daar is dat dorsale systeem van, die krijgen geen energie, die bevriezen. Dus je spijsvertering, die houdt er gewoon een tijdje mee op. Andere organen, je cellen vernieuwen niet meer, blijf je klein. Dat zien ze ook bij weeskindjes die te weinig liefde, te weinig aandacht krijgen. En baby's die in onveiligheid geboren worden, die blijven gewoon een stuk kleiner. Geen idee hoe ik dat dan met mijn 2,4 meter gedaan heb. Waarschijnlijk heb ik iets omgedraaid. Maar dat gebeurt er dus als je deze overtuiging hebt in de diepte. De pijn die ik in mij draag is ondraaglijk. Ja, dat is op de schatkaart een stukje boven de kernverwonding. Dat heet dus de negatieve zijnsovertuiging. Een negatieve zijnsovertuiging. Een zijnsovertuiging kun je dus vanuit het zenuwstelsel verklaren naar een programmering van je zenuwstelsel. Zo heb je dit als kindje meegemaakt, opgeslagen, zo ben je geprogrammeerd. En dit zijn dus buien. Bui is niet eens het goede woord. Hoe kunnen we dat nou het beste beschrijven? Dus een ineenstorting van je systeem. Dat zou je kunnen als een bui kunnen zien, maar het is natuurlijk geen bui. Het is een zijnstaat. Daarom heb ik het ook negatieve zijnstaat genoemd. Waar je niks aan kan doen, denk je, in ieder geval niet mentaal, want je gaat dat uiteraard proberen mentaal op te lossen. Hè? Dus vandaar dat ik bij die kenmerken ook, een van die kenmerken was dat je je vaak zorgen maakt. Nou, zo gaat je hersens gaan dat nog proberen controle te houden, door je zorgen te maken, door alles maar dwanggedachten te hebben over bepaalde situaties. Ondertussen jezelf alweer triggeren in die kernverwonding. En dan kom je dus in zo'n negatieve zijnsovertuiging. En dan kan je dus voelen van de pijn in mij is ondraaglijk. Ik moet me altijd klein houden en niet te veel opvallen. Dat is ook één van de kenmerken
van de victim. Ja, dus die, ja, waarschijnlijk heb je dingen meegemaakt. Je hebt ruzies meegemaakt thuis. Een dysfunctioneel, chaotisch gezin waar niet veel veiligheid was. En op een gegeven moment ga je dan maar klein houden. En dat klein houden is een soort voorfase van die collapse. Van het ineenstorten van die oudere systemen. Hè? Dus dat ventrale systeem waarmee je dus veiligheid vindt bij anderen is... ik meen 200 miljoen jaar oud. Hè? Dat hoort bij zoogdieren die op een gegeven moment een nieuwe interactie gaan vinden. Dus die gaan veiligheid bij elkaar vinden. Als je dus geen veiligheid in je jeugd hebt gehad en dit systeem doet het niet meer, dan kom je dus in zo'n vecht- of in een vluchtrespons. Als die dus ook een overweldiging krijgt en die werkt niet meer, hè, dan kom je in die collapse, in die ineenstorting van je zenuwstelsel. En dit gaat dus automatisch. Dit zijn dus responses die jij niet orkestreert. Dit gebeurt je. Ja, dit gebeurt jouw zenuwstelsel. Dit gebeurt jou, dit gebeurt mij. En het heeft mij in ieder geval ongelooflijk veel gegeven door dit op een gegeven moment te beseffen. Ja, het gebeurde me pas. Het is me twee keer gebeurd in de afgelopen twee weken. De eerste keer was toen ik ademcoaches moest examineren. En toen waren er twee mensen ziek. En dat moest razendsnel opgelost worden. Nou, gelukkig had ik een hele fijne coördinator erbij. Evelina, dankjewel. Maar ik krijg een collapse. Ja, dus mijn zenuwstelsel, mijn hersens, die nemen onveiligheid waar. En voordat ik er überhaupt aan heb gedacht, kan ik niks meer. Start mijn systeem in elkaar. Het was een kleintje. De grote die gebeurde afgelopen kerst. Ja, kerst, dat zei ik in het begin al, is natuurlijk echt zo'n periode van het jaar. Dat al die oude herinneringen en die oude overtuigingen, die triggeren, die raken. En mijn zenuwstelsel is dan heel snel overprikkeld. Ja, dus het was op eerste kerstdag dat ik eigenlijk bij Tanja en de kinderen zou logeren. Maar ik zei, lieverds, ik moet nu naar huis toe. Dat wist ik dan nog wel. Ik moet nu douchen, ik moet op mezelf zijn. Ik moet goed voor mijn zenuwstelsel gaan zorgen. Want ik zit nu in een ineenstorting. Nou, met die woorden heb ik het niet gezegd. Maar dat is wat ik er achteraf over kan zeggen. Hè. Dus er is te veel trigger, er is te veel overweldiging. Terwijl het hartstikke fijn was. Het was hartstikke leuk. Het was gezellig. We hebben het fijn gehad met elkaar. En toch kan er dan iets triggeren dat het oude systeem raakt. Hè? Waarschijnlijk de giftige ruzies vroeger thuis. En dat we allemaal leuk doen tijdens de feestdagen. Ik weet het niet precies, want je weet vaak niet wat je triggert. Je kan alleen maar op een gegeven moment het effect op je lijf waarnemen. En wat dus heel belangrijk is, en daarom is dit voor mij, om dit te beseffen en misschien voor jou ook wel zo heilzaam en zo helend. Wat ik natuurlijk in eerste instantie al die jaren dat ik dit heb ervaren ben gaan doen, is mezelf op mijn kop geven. Want we hebben allemaal zo'n deel in ons wat vindt dat we normaal moeten zijn of normaal moeten doen, mee kunnen. Kom op, het is toch gezellig en dan zit jij daar weer te sikkeneuren en weet ik wat. Weet ik veel dat mijn dorsale systeem van mijn zenuwstelsel een overweldiging ervaart en in elkaar stort? Ja? Als je dat niet weet, dan komt er een andere speler en die heb je 10 tegen 1. Als je deze victim imprints hebt, ja, dan heb je 10 tegen 1 een grote innerlijke criticus. En die criticus, die gaat jou bestoken. Die gaat jou bestoken met akelige boodschappen. Met dat je weer niet mee kan doen. Dat je weer niet normaal bent. Dan moet je weer zo kwetsbaar zijn. Moet je weer zo overgevoelig zijn. Weet ik veel wat hij allemaal tegen je zegt. Voor mij is het in ieder geval echt heel heilzaam. En het is nog steeds work in progress. Om te beseffen dat dit zo gaat. Dat ik hier niks aan kan doen. De volwassene die hier is. Dus ik kan mezelf onschuldigen. Ik kan dat innerlijke kindje in mij. Hè, wat zoveel pijn en verdriet en eenzaamheid en wanhoop heeft meegemaakt. En ergens doodsbang om wordt door iets waardoor die getriggerd wordt, die kan ik onschuldigen. Ja, zodat die innerlijke criticus, wat eigenlijk gewoon maar ook een groot geworden kind is en een beschermer, op een gegeven moment daarmee ophoudt. Hè. En ook in het gezin, ik kan hier op een goed moment, ook met Tanja, maar ook met mijn kinderen, die nu 15 en 17 zijn, kan ik hier ook over spreken. Dus dan hoef ik me ook niet zo, er komt er nog eentje, te schamen. Ja? Want als je dit hebt meegemaakt, dit soort dingen, die kenmerken waar we het over hadden, dan is de kans vrij groot dat je deze laag hebt ontwikkeld. Giftige schaamte. Zeker als je op school, hè, als je al een rotte jeugd had en uit een nest komt waar niet al te veel liefde was, krijg je vroeger of later gedoe op school. Want je past niet tussen de normale kinderen. Die gaan je pesten. Leraren die gaan akelige dingen met je doen. Daar heb ik ook een hele reeks van achter de rug. Maar
weinigen die je zien en ook al hier waar we het nu over hebben, al helemaal geen kennis over hebben. Dus die mensen gaan je proberen in het gareel te laten lopen, inclusief al die kinderen die ook braaf meedoen. Die ga je dan pesten als je afwijkt. Ja, dus dan krijg je klap op klap op klap. Stanislav Grof die noemt dat ook wel de COEX, Condensed System of Experience. Dus een kernverwonding die vervolgens allerlei situaties die daarop lijken, omdat je of in zo'n collapse komt, of je gaat huilen, of je wordt bang, dan blijf je dus ook steeds in je omgeving situaties aantrekken die jou vervolgens weer meer pijn doen. Omdat je al onveiligheid in je eigen systeem ervaart. He, met alle gevolgen van dien, je niet meer normaal kan communiceren, omdat dat deel gewoon uitschakelt. Dan ga je vervolgens vaak nog vechten, of je gaat wegrennen. En als het te overweldigend is, als het te lang doorgaat wat er gebeurt, dan stort het systeem ineen. Kom je in de collapse, kom je in de ineenstorting. Dat dorsale systeem, dat bevriest, dat trekt zich terug en dat legt je gewoon letterlijk lam. Heel belangrijk om dit te weten, vind ik in ieder geval. Het is voor mij echt een lifesaver, omdat ik hierdoor veel beter voor mezelf kan zorgen. Ja, jij hopelijk ook. Mensen kunnen me gemakkelijk overheersen. Anderen kunnen heel bedreigend zijn voor me. Dat is dat sociale Steve Porges, waar veel van deze theorie vandaan komt, noemt het de Social Engagement System. Het sociale interactiesysteem. Je ogen, stemmen, je oren. Het is dit hele deel van je zenuwstelsel. Daar zijn mensen vaak heel bedreigend voor je. Vroeger thuis was geen veilige plek voor mij. Dat was een overtuiging. Als kind werd ik gepest en buitengesloten. Ook veel van jullie meegemaakt. Gepest heb ik niet zo meegemaakt. Buitengesloten, des te meer. Meerdere keren van school gestuurd. Van de ene de minuut op de andere gewoon uit de klas geplukt. Weggestuurd, afgekeurd naar een andere school. Zonder dat er ooit uitleg gegeven werd. Dat soort dingen zijn een nachtmerrie voor je hechtingssysteem. Voor mijn hechtingssysteem. Waardoor ook dus een diep wantrouwen naar mensen ontstaat. In dat ventrale deel, hè, wat die sociale interacties aan kan gaan, waar die zich veilig in kan voelen, is voor mij als kindje niet gebeurd. Dus ik heb nog steeds een hardgrondig wantrouwen naar mensen. Ja, het lukt me stukje bij beetje al beter om mensen meer toe te laten. Hè. Maar dit is gewoon een van de erfenissen van vroeger. Hè, en als je dit weet, dat dit dus niet een character flaw, dus geen karaktertekort is, Of een weeffout van jou, maar dat het gewoon een ervaring is geweest die in je zenuwstelsel binnen is gekomen, dan kun je dus nogmaals die innerlijke criticus ietsjes verder op afstand zetten. Die gaat nooit helemaal uit. Die blijft altijd wel dingetjes plagen, want die maakt zich zorgen om je, al vanaf je kindertijd. En vroeger heeft hij dus in moeten grijpen en al die akelige dingen tegen je moeten gaan zeggen, om je nog een beetje veilig te houden. Hoeft hij nu niet meer te doen. He, waardoor je dus met de informatie die ik je nu geef, jezelf stukje bij beetje meer kan verontschuldigen. En dan betekent dat niet, he, want daar verwijst natuurlijk het woord victim naar. Dat wil niet zeggen dat je dan een slachtoffer moet worden, dat iedereen maar rekening met je moet houden, dat je zielig bent, dat er niks van je terecht komt. He, het gaat er juist om dat je, doordat je beseft dat het innerlijk kind in jou hier een slachtoffer van is, inclusief dus je zenuwstelsel, je organen, je cellen. Daar is al deze onveilige informatie opgeslagen. Dat deel is een slachtoffer. En daardoor kan jij dus als mens, hè, dus als volwassene die deze filmpjes kijkt en die dus wat meer groeit in zijn kennis van wat er gebeurd is en hoe dat doorwerkt tot vandaag de dag, kan je voor dat innerlijke kindje gaan leren zorgen. Even kijken, wat hebben we nog meer aan de overtuigingen? Mijn partner moet voor mij zorgen. Dat is vaak, als we dus deze imprinting hebben, gaan doen. Daardoor raken velen van jullie ook vanuit deze imprinting het meest in de problemen met mensen met narcisme. Omdat die in eerste instantie vaak iets voorspiegelen. Je veiligheid geven, je zien, je erkennen, bewonderen. Noem maar op, je steunen. Dat voelt too good to be true. Alles gaat aan in je systeem. Hè? Dus de onveiligheid in je eigen binnenwereld wordt voor een tijdje, zeker in die verliefdheids, in de lovebombing fase, wordt die een tijdje opgeheven en dan hang je eraan. Hè? Dan ben je dus, dan ben je de pineut.
Want die fase, zoals ik in andere filmpjes weer laat zien, die houdt een keer op. Hè? En dat lovebomb houdt een keertje op. En dan word je alsnog door de ander vaak geconfronteerd met enorme onveiligheid. Dus deze mensen die worden vaak heel erg onveilig. Dit geeft echt de meest toxische relaties die er zijn. Maar dat is weer voer voor andere filmpjes. Als je dat interessant vindt, zoals met al deze dingen, stel gerust vragen in de comments. Als je meer wil weten, dan kan ik daar in andere filmpjes mogelijk weer op ingaan. Hè? Dus mijn partner moet voor mij zorgen. Dat is het haakje zoals ik dat... De tafel is kersttafel geworden, dus ik ben mijn haakjes kwijt. Maar oh, hier, kijk. Dit is het haakje waar, als je deze imprinting hebt, mee rondloopt in de wereld. Je wantrouwt iedereen. En totdat er ineens die geweldige partner komt, die gaat lovebomben. Die gaat al die, dat hele sociale interactiesysteem, zet die onklaar. Of dat helpt die om zeep, daar mag die binnenkomen. Op jouw eigen haakje van onveiligheid, ja. Waardoor je eerst een enorme projectie krijgt van je liefde. Van, oh, zie je wel, er zijn toch nog fijne mensen. Op een gegeven moment gaat dat patroon draaien. Belangrijke beslissingen kan mijn partner beter nemen. Mijn partner is belangrijker dan ik. Dat is die ander groot maken. Jezelf klein maken. Die ander groot maken. Het is mijn eigen schuld. Ja? Dat heeft te maken met de zijnsovertuigingen die je hier diep van binnen hebt. Ik ben de moeite niet waard. Ik ben niet welkom. Ik ben niet veilig. Als je al... En vaak zitten er nog akeliger onder. Ik ben een egoïst. Ik ben slecht. Ik ben weet ik wat. Er is dus eigenlijk vaak al een basisgevoel van schuld. Dat is je vaak in je vroege jeugd. Of zelfs bij mij. En in de vroege jeugd thuis en op school bijgebracht. Van jou komt niks terecht. Je bent een egoïst, je bent een rotjoch. Noem maar op. Die honderden, duizenden boodschappen die worden door het zenuwstelsel geabsorbeerd. Waardoor je dus bijvoorbeeld ook moeilijk je grenzen kan geven. Ja, dus jezelf kan laten zien met je eigen behoeftes en wat jouw grenzen zijn. Omdat er een diep besef van schuld is. Ga ik ook in een andere video weer verder op in. Nog een van die overtuigingen heb ik net al genoemd, ik ben het niet waard. En als ik zeg wat ik niet fijn vind aan het gedrag van de ander, dan wordt deze boos of word ik verlaten. Dat heb je als kind vaak al meegemaakt. Die hele diepe verwondingen in de hechting. Ik heb nog een liedje, vond ik destijds al bij het schrijven van het Hard Defender boek, waar deze ook in beschreven wordt. Het is van The Cars en dat raakte me eigenlijk al enorm diep toen het uitkwam. Ik denk dat ik toen 15, 16 was toen ik het voor het eerst hoorde. That's who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Who's gonna plug your ears when you scream? You can't go on thinking nothing's wrong. Who's gonna drive you home tonight? Die raakt nog steeds. Die raakt na 35 jaar na dato raakt dat liedje nog steeds. Dat is mijn thema. Who's gonna pick you up when you fall? En vooral dat stukje. Who's gonna pay attention to your dreams? Wie droomt er met me mee? Wie van de ouders, wie van de leerkrachten droomt er met me mee? Dit blijft raken. Hè? Dus als je dat voelt, als je deze imprinting voelt, raad ik je sowieso aan om een video over veiligheid te kijken. Ik heb een video gemaakt, Innerlijk Kind en Veiligheid, een paar weken geleden. Daar geef ik je 10 tips over hoe je veiligheid in jezelf kan vinden. Maar als iets raakt nu, als iets triggert, zorg nu op dit moment goed voor jezelf. Dus je mag je ogen even sluiten. Leg je een hand op je hart, de andere hand op je buik. En die hand op je buik die is enorm belangrijk. Want dat dorsale systeem, hè, dus dat deel wat bevriest, die is ooit bevroren bij gebrek aan nabijheid. Ja? Dus dit is iets wat je dus langzaam, maar zeker als je deze inbrenging hebt, jezelf kan gaan geven. Je hand standaard op je buik. Als je moeilijke gesprekken hebt, als je voelt, oké, dit gaat me triggeren, ik kom in overwhelm terecht of... Wat dan ook, leg die hand op je buik. Zodat jouw innerlijk kind, gekoppeld aan dat dorsale zenuwstelsel, dat zenuwstelsel wat heel strak afgesteld staat, hè, wat
heel makkelijk in die bevriezing komt, kan gaan voelen, oké, dus echt voelen, letterlijk voelen, hand op je buik, je kan ook een hand onder je trui of je blouse doen, op je buik, op je huid, zachtjes wrijven, dat het voelt, ik ben niet meer alleen. Dan gaat een van die overtuigingen, een van die zijnsovertuigingen, die dus in je wezen ingekapseld is als het ware, die kan langzaam gaan transformeren, doordat je op moeilijke momenten je hand op je buik doet. Een van de andere manieren om uit die ineenstorting te komen, uit de wanhoop te komen, uit de bevriezing te komen, is je ademhaling. Die zou ik ook keer op keer blijven noemen, dat heb ik ook in de vorige video genoemd. Dus ga langzamer ademen, ga naar je buik ademen, naar precies waar dat gebied, dus in die ineenstorting komt, in die collapse komt. Adem daar rustig naartoe. Normaal gesproken, vroeger, als je dus in die ineenstorting kwam, in die overweldiging van je zenuwstelsel, ging je namelijk je adem inhalen. Inhouden. Ja? Dus ging je hoog oppervlakkig adem, om daar maar niet meer te hoeven zijn en de pijn van binnen. Ga gewoon leren, ook op momenten dat het goed gaat met je, om dieper naar je buik te ademen. En dan adem je 4 seconden in door je neus. En dan 6 seconden uit door je neus of door je mond. Als je dit een paar minuutjes doet, dan krijg je alweer toegang tot je hoger gelegen delen van je zenuwstelsel. Ja, dan hou die vecht en die vluchtrespons, die hou op. Dat duurt echt maar een paar minuutjes. Tenzij je al helemaal full blown in de overweldiging bent en je systeem is plat, dan ja, ga lekker dan met een dekentje liggen. Die zie ik je aan, of ga in bad of onder de douche, een warme straal, wat dan ook. Of laat je door iemand vasthouden als dat kan. Ja, dat is ook nog een optie. Maar je hebt vooral het werk zelf te doen. Hè? Dat is de verantwoordelijkheid. En daarom halen we dat uit het slachtofferschap, uit het victimhood. Dat kindje in jou is hier slachtoffer van. En die mag je dus met deze twee interventies, er zijn er echt nog veel meer, mag je gewoon gaan oefenen. Hè? Dus door jezelf uit de overweldiging te houden. Door jezelf in dat ventrale deel, hè, dus vanaf bovenaf je zonnevlecht hier, je diafragma, tot boven, dat is het ventrale deel. Daarmee communiceer je, daarmee voel je of je veilig bent bij anderen. Daar mag je meer gaan zijn, want daar vind je namelijk je thuisbasis. Dit deel van het parasympathisch zenuwstelsel is je thuis. Ja, daarmee voel je je veilig bij anderen. Als dat dus niet meer gaat, dan heb je dus voor dat kindje van binnen te zorgen. Hand op je buik. Dieper naar je buik gaan ademen. Langzaam vullen. Je hoeft daar geen spanning te zetten. Hè? Het gaat om ontspannen daar. Dus geen spanning erop zetten voor zover het gaat. Bij mij gaat het soms ook helemaal niet. Dan adem ik er gewoon een beetje naartoe. Ga ik voelen wat zit er aan spanning. En dan ga ik de gevoelens en de emoties van het innerlijk kind die daar zitten ontmoeten. Kijken waar ik bang voor ben. Kijken of ik uit de greep van de innerlijke criticus kan blijven die er van alles van vindt. En zeker op zo'n moment, hè, wat voor mij spannend is, in een opleidingsweekend met ademcoaches. Er zitten 40, 50 mensen klaar en die hebben mij nodig. En mijn systeem stort weer ineen. Nou, lekker. Ja, dus dan komt mijn innerlijke criticus vol terug. Nou, zo heb jij je eigen voorbeelden wanneer je getriggerd wordt en wanneer je dus niet kan doen wat je wilt doen, niet naar je werk of niet in een relatie of niet in een familie, bijeenkomst of wat dan ook, je systeem komt in een overweldiging, waardoor het op een gegeven moment ineens stort, dan heb je gewoon lief voor jezelf te zijn, zacht voor jezelf te zijn, heb ik ook te leren. Dit is mijn leerweg. Ik heb het als kindje zelf niet gekregen. Dus voor mij is het net als voor jou, vallen en opstaan. En iedere dag dat je dit doet, groeit het lijntje een stukje meer. Dan groeit het vermogen om jezelf te reguleren. En soms heb je daar dus nog een tijdje een ander voor nodig. Dus zoek dan een haptotherapeut of een masseur, maar dat is niet helemaal. Maar iemand die je gewoon op een fijne, zachte manier aanraakt. Je kan gaan leren focussen. Dat is ook een prachtige techniek hiervoor. Als je maar die verbinding met jezelf aangaat. Want de overweldiging en de paniekaanvallen die erbij horen, die heb ik er ook gratis bij. Als mijn hele systeem uitvalt en ik kan dan geen ademcoaches examineren of in de familie zijn of wat dan ook, dan komt er in eerste instantie paniek. En die hoort bij dat verwonde innerlijke kind. Ja?
die heb je gerust te stellen. Als je die leert bereiken, als je die gaat leren voelen, als het opkomt, als die hoge spanningen in jezelf, waar je bijna niet bij kan zijn, maar als dat wel lukt, ieder stukje dat dat lukt, win je terrein, win je vertrouwen en gaat dus de verbinding met jezelf steviger worden. Ja, dan ga je verantwoordelijkheid nemen voor dat slachtofferdeel wat het vroeger mee heeft gemaakt. Kindje neem je onder je hoede. He, en op een gegeven moment, dan houdt die overweldiging op en dan komt het hoger gelegen zenuwstelsel, het ventrale deel van je zenuwstelsel, komt weer beschikbaar. En dan kan je dus gaan communiceren. He, wat ik dan met Tanja heb gedaan van, het gaat niet zo goed met me vandaag, ik moet even naar huis, ik moet op mezelf zijn. Of ik kan haar vragen, wil je me even vasthouden? Of ik kan aan de jongens vragen, jongens, wil je alsjeblieft iets rustiger zijn, want ik zit op het randje. Of ik ga onder de douche of wat dan ook. Maar dan komt in ieder geval mijn systeem weer vrij. Wat controle kan gaan nemen over het leven. En verantwoordelijkheid kan nemen voor mijn innerlijke ervaring. Zonder daar een oordeel over te hebben. Dat is het allerbelangrijkste. Ik merk ook dat dat me ontroert om dat uit te spreken. Dat is mijn eigen leerproces. Ja, ik gun je ditzelfde leerproces. Hè, want zeker als we hierdoor overweldigd worden. En je krijgt dingen als paniekaanvallen. Depressies, hè, dat zijn twee signalen van de victim dat het systeem overweldigd wordt, het zelf niet meer aan kan. Ja, dan gaan we vaak onze heil zoeken in de GGZ of bij een psychiater. We nemen antidepressiva om onze gevoelens nog verder te onderdrukken. En natuurlijk kan je dat eventjes helpen, maar het is nooit de uitweg. Wat ik je net uitlegde is in ieder geval het beste wat ik hierover weet. Een stukje van de Polyvagal Theory van Stephen Porges, gecombineerd met dit archetype. Hoe meer je hierover weet, hoe minder je zelf vervolgens in paniek raakt en naar anderen gaat uitreiken van wil je mij redden. Er is niemand die je komt redden, ook niet in de GGZ, ook ik niet, ook geen enkele psychiater. Dit stukje is iets wat je zelf hebt te gaan leren. En natuurlijk kan je daar hulp bij zoeken, graag zelfs. Dus zoek dan vooral, zoek het maar in dit stukje in haptonomie. Haptonomie is hier ongelooflijk fijn voor om hierin te vertragen en op de fysieke laag met een goede haptotherapeut contact te gaan maken met je lijf. En zorgen dat het daar, hoeveel akelige, wanhopige, angstige gevoelens daar ook zitten, dat het stukje bij beetje veiliger wordt. Nou, dat gun ik je als geen ander. Ik ken deze weg als geen ander, dus loop hem met verve. Laat je niet ontmoedigen, maar voel misschien een stukje inspiratie. Onschuldig je innerlijk kind. Innerlijke criticus kan daarmee een raadgever worden. Die kan, hoeft niet meer zo akelig te zijn. En dan kan je stukje bij beetje gaan helen op dit pad. Yes, dat was hem voor vandaag. Je mag dit gerust onder je vrienden verspreiden. Geef het eventjes zo'n duimpje. Dan ziet YouTube ook dat het waardevolle content is. En als je nog niet geabonneerd bent, voel je vrij. Oké, tot de volgende keer.